In deze how-to film laat ik jullie een root shadow met een balayagetechniek zien. De lengtepunten zitten op een kleurhoogte 8 met warmtepigment en bij de aanzet is het een kleurhoogte 7 met ook warmtepigment. Nou, haar wens is dus om een diepere aanzet te krijgen met een koeler eindresultaat en de lengtepunten ook zo helder mogelijk en ook koel. Cool. Ik ga een startbalayage zetten. En dan maak ik hem het liefste op vochtig haar. Dus ik ga eerst het haar passen. En dan vanuit daar ga ik vijf staarten plaatsen op handdoekdroog haar. Ik begin altijd met de voorste. Die klip ik dan weg, zodat het makkelijk is om de twee staarten te maken. Die komen op dezelfde hoogte aan de zijkant. En dan aan de achterkant plaats ik ook twee staarten. Die zijn dan weer net iets lager dan. Die twee staarten aan de zijkant, want het is wel het mooiste dat hij mooi geleidelijk afloopt. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een sterafdeling gemaakt. Ik gebruik nu dikke elastieken, want ze heeft ook best wel wat een grote hoeveelheid haar en de staarten moeten goed blijven zitten. Ik wil de lengtepunten twee tinten oplichten, dus ik kan hiervoor prima de Snow White gebruik, gebruiken met 6% van Kiss. Ik maak de verhouding 1 op 1. Want ik ga namelijk zo dadelijk kerabond eraan toevoegen. Kerabond is een, een, een plex van Kis. En die houdt het haar sterker tijdens het blondeerproces. Want ik heb echt te maken met wat ouder haar, langere lengtepunten en ik wil zo mild mogelijk werken. Mengverhouding dus: één deel Snow White, één deel 6% en dan naar verhouding wat er op het flesje staat, wat van de plex van de kerabond erin moet. Ik wil een sterke verheldering aan de punten, dus ik verdeel mijn staart in meerdere passees. Hoe meer passees ik heb in mijn staart, hoe meer blondeer ik gebruik, hoe helderder dat het eindresultaat is. Ik wil wel een vloeiend eindresultaat hebben naar mijn root shadow toe, dus ik zal dan daarom ook altijd met een staartbalayage werken. Fijne passeetjes. In de lengtepunt gebruik ik mijn colorboard, zodat ik mijn blondeer dieper in het haar kan drukken. Naar nou, boven toe, dan is mijn druk maar minimaal, want dan wil ik juist wel dat er uh, natuurhaar ertussen blijft zitten. Zodat ik dat hele mooie zachte verloopje krijg van mijn balayage. Ik draai mijn pluk een keer om, dat ik hem ook aan de onderkant goed in kan zetten en dan laat ik deze vallen in een folie. Ik ben hier ondertussen met de voorste staart bezig en ook deze verdeel ik allemaal in lokjes. Ik zet het in folie deze keer omdat het geelpigment best wel aanwezig is en ik heb dan net eventjes wat warmte nodig om hem er makkelijker doorheen te drukken. Dus een zilverfolie die zorgt ervoor dat de warmte wat meer erin blijft en dat ik dan wat helderder, iets lichter in mijn eindresultaat kom. Ook nu weer gebruik je kolenpoort aan de aanzet toe, zomaar net je blonderen zachtjes aanbrengen in je lengtepunt even goed te indrukken. Je passé omdraaien, ook weer die colorboard, omdat ik echt een sterke verheldering aan de lengtepunt wil krijgen en zo die diepte aan de aanzet. Het grote voordeel met je staart te werken is dat wanneer je de staart loshaalt, is dat ik op allemaal verschillende hoogtes begint mijn blondering en dat geeft dat zachte eindresultaat. Om het kwartiertje check ik wat mijn kleur doet. Nou, hij is nog niet helemaal daar waar hij wezen moet, dus dan laat ik hem nog een kwartier zitten wanneer ik hem dan nog een keertje nakijk, tot ik het juiste kleuroogte heb bereikt en ik wil echt een beetje op een kleuroogte. 9 a 10 wil ik ongeveer uitkomen en dan spoel ik hem uit. Eén voor één spoel ik de staarten, spoel ik uit. Nou, het voordeel hiervan is wel, stel je voor dat de bovenste dan nog niet goed is, dan kan je die nog eventjes wat langer de tijd geven, omdat de achterste passees er ietsje langer in zitten. Het scheelt niet veel, het is ongeveer, nou, wat zal het zijn, 10 minuten, een kwartiertje, want deze techniek zit er heel snel in. Kijk, nu kan je ook goed het verschil zien van de aanzet en de lengtepunt. Ik kan zo dadelijk met de tonen heel makkelijk het verschil opzoeken. En dat heb ik namelijk nodig voor mijn root shadow. Nou, ik gebruik nu dikke elastieken, die haal ik er gewoon op deze manier uit. Maar werk je met dunnere elastiekjes, dan zou je ze er ook uit kunnen knippen. Het volgende wat ik ga doen, is het tonen van het haar. Ik ga daarvoor de Softshades gebruiken. Maar wat belangrijk is, is dat je het haar eerst op gaat vullen met keratine. Nou, wat ik doe is eerst het haar goed reinigen met de shampoo. Dat ik ervoor zorg dat alle blondeerresten weg zijn. Daar mag dus helemaal niks meer in zitten. Dus ik ben het nu eventjes aan het wassen. Dan vervolgens gebruik ik stap 2, de Kera Boost Infusion, en dat is pure keratine, die spray ik dan op het handdoekdroge haar. Waarom? Dan blijft mijn toner namelijk veel langer zitten, dan heeft de toner ankertjes in het haar om zich aan vast te hechten, in plaats van het lege, geblondeerde haar. En we willen natuurlijk allemaal dat de toner zo lang mogelijk blijft zitten bij de klant. Dus op handdoekdroog haar stap 2 Kera Boost Infusion met pompjes aanbrengen. Deze molecuul is zo klein dat die door de schubbellagen in de vezelaag kan gaan zitten. Nou, Daaroverheen gaat stap 3, dat is Keramax Treatment en die zorgt ervoor dat alles ook daadwerkelijk in die vezelaag blijft zitten. Ruime hoeveelheid, ik heb ook te maken met veel haar aanbrengen, immasseren, een paar minuten inwerken en uitspoelen. Ik heb de treatment een paar minuten in laten werken, ik heb hem uitgespoeld, handdoekdroog gemaakt en vanuit hier heb ik gewoon een mooie basis om mijn toner eraan op te gaan zetten. Ze wilde dus een kleur hebben die gelijk is aan haar eigen kleurhoogte en wat matter. Ik kies er dus voor om de 05N van de Soft Shade erop te brengen. Ze heeft zelf een natuurkleurhoogte 6, maar naast de 05N ga ik de 07V gebruiken. Ik heb dus die 5 nodig uh, voor die natuurlevel om hem diepte te geven. Wanneer ik de 0,7V erbij doe, onderdruk ik de warmte. Die twee bij elkaar kom ik op een kleurhoogte 6 uit. En dat was ook haar wens op haar eigen natuurkleurhoogte, zodat ze zo min mogelijk uitgroei zou kunnen gaan zien. En het mooie is ook van de softshades dat die langzaam vervaagt. Ik heb dus 1 deel 0,5N, één deel 0,7V en die meng ik met de activator van de softshades. De mengverhouding is dus 1 deel soft shades, 1 deel activator. Nou, we hebben plezier in ons werk, dat zie je wel. En het fijne is dat ik deze keer een hele leuke cameraman bij me had die me hielp met filmen. Nu is het makkelijk opzetten. Ik heb de handschoenen aan, de kleur is klaar en ik begin aan de voorkant met het aanzetje in te zetten. Ik wil precies werken, dus ik gebruik nu ook mijn kwastje om precies daar de kleur te zetten waar ik hem wil hebben voor mijn rootshadow. Shadow. We hebben natuurlijk gewerkt met de staarten. Die hadden allemaal een verschillende afstand. Het is voor mij nu makkelijk om te zien waar het, eh, de vorige kleur nog zat, onder de staart zeg maar. Die kleur hoogte 7 met veel warmtepigment. En waar het blonde begint. Nou, ik begin met een viervlak afdeling. Ik neem dunne passeetjes en ik zet eerst het aanzetje, zet ik in. Kijk, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Je ziet nu dat er een paar centimeter dat ik donker inzet en dat dan de lichte punt begint. Ga ik een beetje over het geblondeerde heen, is dat erg? Nee, want ik krijg alleen maar een mooi verloopje. Dus eerst de aanzet inzetten op deze manier. En precies kijken daar waar de overloop zit van je balayage en daar werk je dan tegenaan je zien dat ik mijn soft shades de donkere tint voor de root shadow al hoger inzet? Want de afstand tot die staart was ook verder. Neem dunne passeetjes, werk gewoon secuur en netjes en werk gewoon tegen het donkere gedeelte aan met je donkere kleur van je root shadow. Nou, ik wil zo'n zacht mogelijk overloopje hebben. Dus wanneer ik dat gedaan heb, pak ik een kam met hele waaie tanden, niet te fijn pakken. En dan kam ik net eventjes de overgang kam ik door, dat die heel mooi zacht zo dadelijk doorloopt. Dus echt een grove kam ga je nemen en dan zachtjes doorkammen. Dat zie je ook gewoon secuur en dan krijg je een heel zacht verloopje naar je lengtepunt. Wat echt heel fijn is bij een root shadow, is dat je die maakt met een spoeling. Nou, in dit geval doe ik dat dus met de Soft shades van KISS. Want als deze klant na een halfjaartje terug zou komen om de balayage weer hoger te zetten, of eerder... ...dan hoef ik niet door zo'n geverfde barrière heen. En dan is het alleen maar lastiger om die kleur koel cool te krijgen. Dus je moet ook altijd al een stap verder gaan denken van als de klant de volgende keer terugkomt en ze wil de balayage hoger gezet hebben, is het makkelijker om die spoeling heen te gaan dan wanneer je door een geverfde barrière heen moet. Wat jullie niet zien in het filmpje, maar wat ik jullie wel even uit moet leggen. Ik heb dit een inwerktijd gegeven van 20 minuten, uitgespoeld en daarna ben ik de lengtepunten klaar gaan maken zodat hij over het gehele haar heen kan gaan. Nou, wat maak ik klaar? De soft shades van Kiss, de 010P een parel met de helft 010V violet om het laatste geel nog te onderdrukken om in een helder, koel cool eindresultaat uit te komen. Want ik wilde hem niet grijs hebben, ik wil er gewoon ja, een beetje wat frissere, matte tint wil ik uitkomen. Nou, ik heb dus bijvoorbeeld 40cc heb ik van mijn soft shades gepakt en dan gaat er ook 40cc activator overheen. Nou jullie kunnen zien ik heb de vorige root shadow helemaal uitgespoeld en nu gaat het over het gehele haar want ik wil geen haartje overslaan. Dat doe ik dus aan de wastafel, doe ik dus de 010V en de 010P erop. Ik zorg dat de kleur heel goed ingemasseerd wordt zodat ik elk haartje te pakken heb en de inwerktijd is dan 20 minuten maar vaak ga ik nog ja, blijf ik bij het haar om, te, om eraan te werken en wanneer je geen tijd hebt om erbij te blijven staan, om de vijf minuten masseer het even door, dat je zeker weet dat je elk haartje te pakken hebt en niet dat er nog een plukje met wat geel pigment overblijft, want dat zie je in je eindresultaat. Hier kan je heel mooi zien wat er gebeurt met die 010P en die 010V. Misschien denk je van, oeh, hij is misschien wel een beetje mattig, maar je zal merken als je hem gaat drogen, is die heel mooi helder. Nou, deze heb ik ook 20 minuten in laten werken, uitgespoeld en vanuit daar kunnen we het haar mooi in model gaan brengen. Om de film niet te lang te maken, hebben we stap 4 en stap 5 van het Kiss treatment achterwege uh, gelaten. Ik heb echt het haar afgesloten en ik ga het nu in model brengen. Nou, ik gebruik hiervoor de Keram mousse en ja het is misschien een wat ouderwetse product maar het is nog steeds mijn favoriete product wanneer ik echt luchtigheid en volume in het haar wil maken. Nou onze mousse je kan wel zien het blijft gewoon een mooie bal je kan er lekker mee spelen en gooien maar het wordt geen natte derrie. Ik verdeel het gewoon heel goed in het haar. Je zal merken dat de softjacent al onnoemelijk veel glans op het haar heeft aangebracht. Maar ten alle tijde, als je gaat feunen, feun dan met de schubbellaag mee naar beneden. Want dan sluit je ze nog extra. En hoewel het haar al glans, gaat het dan nog meer glanzen. Dus dat kan je hier ook zien met de feun naar beneden, met de dop erop, dat je met de schubbellaag mee naar beneden feunt. De krultang, ga gebruiken. Doe ik eerst de finishing spray van Kist op en ja, dan geeft hij net even wat meer body aan die krul dat hij wat langer blijft zitten. Ik gebruik van Babyliss ja, de derde maat volgens mij van de krultang. Ja, ik ben nooit zo goed in de millimeters, maar jullie kunnen het zien. Het is, het is een wat grotere uh, krultang en die brengt dan net even mooi zo'n slag in het haar. Want ik wil niet krullen, krullen, krullen. Dat niet. Nou, wat jullie misschien al wel kunnen zien: mijn model zat constant te glunderen en te lachen in de spiegel. Want ze was zo ontzettend blij met het eindresultaat. Ze had nu voor het eerst een balayage met een donkere aanzet en geen geel pigment. Ik hoop dat jullie veel aan het filmpje hebben gehad. Dankjewel voor het kijken.